Mijn inspiratie haal ik eigenlijk uit allerlei dingen. Ik kan op straat lopen en denken van bepaalde vormen, kleuren, geluiden. En inspiratie haal ik ook heel veel uit de muziek. De muziek maakt me heel rustig. Jazzmuziek is niet de meest gangbaar muziek voor heel groot publiek. Maar de muziek heeft wel vaak een bepaalde melodie. En wat voor veel mensen herkenbaar is. En dat probeer ik ook te doen in koken. De gerechten moeten herkenbaar zijn, de producten moeten herkenbaar zijn en de smaak ook. Maar net zoals in de jazzmuziek zitten er ook hele complexe stukken tussen. En dat probeer ik ook weer terug te voeren in het gerecht of in de gerechten. Zodat je altijd een herkenbaar product hebt, maar wel iets toevoegt wat heel complex is. Ja, ik denk dat dat mijn stijl van koken is en ook hoe ik de gerechten benader en hoe creatief of inventief ik de dingen bedenk. Je kan het heel eenvoudig doen, maar ik ben toch graag altijd iets uitgebreider, iets meer technieken laten zien eigenlijk van wat ik kan of wat wij kunnen met ons team. En ja, dat kan ook wel ervaren worden als een complex gerecht, terwijl dat in de smaak niet altijd direct te beleven is. Ik ben eigenlijk altijd als wij nieuwe gerechten maken, dat we denken van ja, dat is goed, dat durven en willen wij serveren, dat past bij onze stijl. Ja, dan kan ik elke dag van genieten eigenlijk. Elke keer als ik het meegeef aan de gast en we krijgen een compliment terug, ja, dat is gewoon, daarvoor doen wij het eigenlijk. Ja, een kleine hersenspinsel of een kronkel in je hoofd die denkt van je moet deze dingen combineren. We gaan het met z'n allen proberen en dan ook nog eens serveren aan de gast. En die dan ook nog daarop reageert met een positieve reactie. Ja, dat is voor mij het doel. Ja. Ik denk dat tegenwoordig de sleutel tot succes is, waardoor er veel gasten in het restaurant komen, is door ze te verrassen. Dus we hebben een laagdrempelig concept en in dat concept proberen wij zo hoog mogelijk te scoren. Dus ook in een stad als Amsterdam heb je veel verschillende soorten restaurants, maar ook in een bepaald segment waar wij ook in meedoen, daar heb je er ook 90 of 100 van in Amsterdam. Dus er is behoorlijk veel competitie, om het zo te zeggen. Maar ik denk dat we daarin sterk zijn, dus ja, net het verschil maken in die verrassing. Ik ben heel blij. Ja. Ik ben gelukkig, ik ben blij. Ik heb het mooiste vak van de wereld en ik heb een fijn gezin, dus ik heb niks te klagen.